Juf Sanne, juf Linda, kom even, ik heb een idee. Oké. Luister, wisten jullie al dat er op 10 mei Moederdag is? Oh. Ja. Maar wat is dan Moederdag? Moederdag is de dag dat jij mama extra mag verwennen. Maar niet verklappen, hè? Want het is altijd een verrassing. Oh, dus op 10 mei, op Moederdag, ga ik extra lief zijn voor mama. Extra lief. En ga ik dus iets speciaals voor haar maken? Heel speciaal. Oh, vind ik leuk. Zullen we eens beginnen? Goed idee. Ik dacht, mama's houden misschien wel allemaal van thee drinken. Mijn mama wel. Mijn mama ook. Nou, mijn mama ook. Ja, mama ook. Ik hoop het. Want als we nou een theepot maken met een theezakje erin, wat vinden jullie daarvan? Ik vind dat een leuk idee. Ja? Zeker. Maar niet verklappen, hè? Je pakt je gekleurde theepot. Die zit in je pakket. Kijk maar goed. Dan hebben jullie nodig een schaar. Iets om de theepot mee te versieren. Bijvoorbeeld stiften of kleurpotloden. Ja? Als je nou stickers hebt of iets anders leuks, kan dat ook. Hoe zullen we kunnen beginnen? Wat denken jullie? Uitknippen maar. Oké. Aan de slag. Knip je mee? Let op, hier zit een streepje. Knip daar niet overheen, alleen langs de randjes. Zo, uitgeknipt. Oké. Eens kijken. Laat het maar zien. Oh. Kan gebeuren, juf. Ik heb hem per ongeluk toch op die streep geknipt. Die, hè? Ja, die moest dicht blijven. Vast. Maar jongens, dat is dus niet erg als dat gebeurt. Juf Linda, daar is een oplossing voor. Fijn, hè? Kijk, dan pak je een stukje plakband. En dan plak je hem vast. Dan leg ik hem weer tegen elkaar en dan met plakband erop. Net of er niks is gebeurd. Oké. Dank je, juf. Alsjeblieft. Dan kunnen we verder naar de volgende stap. Je hebt de theepot uitgeknipt. Kijk goed, aan één kant zie je geen zwarte lijntjes. Die kant wordt de voorkant. Dat betekent dus dat je die zwarte lijntjes naar binnen vouwt. Over dit streepje. Dus de zwarte lijntjes naar elkaar toe. Dan heb je één theepot. Hebben jullie dat? Ja. Fijn. Goed gedaan. Dan kunnen we de theepot gaan versieren. Nou, wat je wil, stift of potlood. En dan kunnen we opschrijven, mama. Mama. Ik doe het even met stift, dan kunnen jullie het goed zien. Maar het mag ook met potlood. Met rood. Mama. M-a-m-a. Mama. Oké, schrijven we dat op.
Zo, ja, ik moest even een andere stift pakken, jongens. Want hij deed het niet zo. Ja? Hebben we het? Top. Mama. Versieren maar. Tekenen, schrijven, inkleuren. Wat je maar wilt. Denk ik al bijna klaar. Ik ook, maar met de eerste kant. Ja, ik heb nu één kant en Eén de achterkant kant. Is nog leeg. Dan kunnen we de andere kant ook nog even inkleuren. Dat is een goed idee. Ik ga snel door. Top. Ik heb de voorkant gemaakt met mama en de achterkant versierd. Wat een goed idee. Ik heb ook de voorkant gemaakt en een stukje van de achterkant. Ik ben bijna klaar. Ik heb ook de voorkant gemaakt, maar de achterkant is nog niet helemaal klaar. Nou, die maken we dan nog wel af. Zullen we alvast uitleggen aan juf Linda wat ze nog meer kan doen? Dat lijkt me goed. Ga mij ook verder. Top. Je hebt dan nog nodig een theezakje. En dat theezakje is natuurlijk handig als je een theekopje maakt. Die kunnen we erin doen. Je kan hem openvouwen. De binnenkant die leeg is. En daar kunnen we het theezakje in plakken. Dus dan pak je een theezakje en een stukje plakband. Als je dat nou niet hebt, doe je hem er mooi tussen en hou je hem stevig vast. Of met een beetje lijm kan het ook al vastgezet worden. Ook een goed idee. Ik pak vast een stukje plakband. Dankjewel. Ja. Juf Sanne. Dankjewel. Hou je hem dicht. En dan heb je een cadeautje gemaakt. En dan zeg je voor de allerliefste mama, omdat het vandaag moederdag is. En dan geven we er een dikke kus bij. Oké. Okay. Veel plezier. En ik hoop dat mama het een mooi cadeau vindt. Toch, veel juf? Plezier met geven. Maak er een mooie dag van. En extra lief zijn, hè. Dikke knuffel, een beetje helpen. Kunnen jullie vast. Oké. Okay. Tot de volgende keer. En wil je de verrassing nou nog leuker maken, dan kan je het natuurlijk ook nog inpakken. Met bijvoorbeeld inpakpapier of met een gezellige lint. En dan maak je het nog iets mooier. Dus ik ga die van mij nog even inpakken voor moeder. Dan wordt ze helemaal verrast. Even meten of het past. Ja, dan heb ik plakband nodig. Pini, dankjewel. Alsjeblieft. Zo, die van mij is ook af. Ondertussen wacht ik wel even met inpakken tot juf Linda klaar is. Of wil je er een hele lint omheen? Die heb ik wel. Oh, dat kan ook wel. Want als je nou geen inpakpapier hebt, mag het ook alleen met een lintje of een leuk papiertje. Zal ik dat eens laten zien? Welke kleur wil je? Ja, even kijken hoor. Ik vind een roze er wel mooi bij, want hij is roze. Alsjeblieft. Dankjewel. Leg ik het lintje onder
mijn theekopje. Knoopje maken. Net zoals bij het veterstrikken. En een strikdoel mee. Dat is wel lastig. Hij beweegt een beetje. Ja, hè? En nog een knoop. Zo, kijk. Wauw, die is ook helemaal mooi. Is die van jou al af, je Sanne? Ja, ik ben nu ook klaar. Oh, kijk. Ik doe het denk ik ook maar alleen met een muntje. Ja? Ik heb nog een groen of wit. Doe maar de groene. Dat is gezellig. Dankjewel. Nou, mooi ingepakt, juf. Top. Gaan we onze mama's verrassen. Ze zou het vast heel leuk vinden. Denk ik ook wel. Denk ik ook. Als dit nou niet lukt, zo'n lintje strikken, kan je natuurlijk altijd nog je broer of je zus vragen of je vader. Want die mogen wel van dit geheim af weten. Alleen mama even niet. Want ja, voor mama is het natuurlijk een verrassing. En vergeet niet, op 10 mei mag je het geven. Tot die tijd verstop je het ergens. Onder je kussen of onder je bed of tussen je kleren. Waar mama het niet vindt, maar jij wel weer kan vinden. Oké. Veel succes! Aan de slag! Doei! Doei!